Zo, ik ben hier in het natuurgebied het Halsterslaag. Waar we nu op uitkijken is de toegangsweg naar de parkeerplaats. Het heeft gisteren nog behoorlijk geregend en de dagen daarvoor ook. Maar het zou toch aanbeveling verdienen om hier zo nu en dan een wagentje puin te storten. Om te voorkomen dat we met de auto's die hier naartoe gaan vastrijden. Dit gebied, het Halsterslaag, dat is een aantal jaren geleden ontwikkeld. Het was hier natuurlijk altijd al een laag gebied. Het woord zegt het al, het laag. En het was voornamelijk gebruikt als weiland, drassige grond. En Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, hebben dus besloten om hier een nat natuurgebied van te maken. Vandaar dat er ook heel veel grond is afgegraven. En de bedoeling was dat er natuurlijk veel water in zou komen te staan. Dat is in de jaren dat het droog was moeilijk gegaan. Maar nu, en we spreken nu januari 2012, nu we natuurlijk een van de natste novembermaanden, decembermaanden achter de rug hebben, kun je duidelijk zien dat er nu echt ook daadwerkelijk vernatting optreedt. We gaan eens kijken. Het gebied is natuurlijk ook eigenlijk ingeklemd een beetje nu tussen de bestaande landbouwgronden. Want waar we hier op kijken, dat is een aspergeveld. Je ziet dat het afloopt naar beneden toe. En daarachter zien we dan het water glinsteren. En dat is eigenlijk aan alle kanten het geval van deze, zeg maar, natte enclave in het gebied hier langs de A4, de nieuwe A4 die van Bergen op Zoom richting Steenbergen gaat. Het is hier wel een nat gebied en ook een natuurgebied, maar vanwege de ligging is het geen stiltegebied, want overal vandaan hoor ik lawaai en hoor ik geraas en activiteiten van normale economische bedrijvigheden. Neem niet weg dat het toch een mooi gebied is. Er is veel geld aan besteed. Opvallend is overigens dat je hier zelden of nooit mensen ziet. We komen nogal eens voorbij deze weg, de A4, en dan kijken we meestal even het gebied in, maar ja, hoogst zelden zien we er iemand lopen. Maar goed, dat is dan voor de dieren die hier verblijven misschien wel een gunstig feit. De vernatting is in ieder geval goed geslaagd. En vooral nu het zoveel geregend heeft, is het natuurlijk het effect wel erg zichtbaar. En dat is ook de bedoeling geweest natuurlijk van het hele project. Het is jammer dat je natuurlijk altijd geconfronteerd wordt met de moderne uitingen van techniek en alles wat daarmee samenhangt. Zoals we nu kijken natuurlijk op de hoogspanningsmasten. Maar ja, we moeten realistisch zijn. Zonder hoogspanningsmasten hadden we geen elektriciteit en konden we een heleboel dingen niet die we nu wel kunnen. Dus we moeten het maar nemen zoals het komt. Men heeft het wel zo ingericht, het gebied, dat aan de randen is het hoog. Dus je kunt ook, al is het nog zo nat, kun je natuurlijk altijd het hele gebied door aan de randen omheen lopen. En heb je niet per se laarzen nodig, maar het mooie is natuurlijk om er juist in te trekken en te gaan lopen waar we nu op kijken. Alleen dan moet je natuurlijk wel een beetje verstand hebben van flora en fauna om te zien, om te beseffen wat hier allemaal groeit. Goeiedag, ik spreek met Loes Koudenburg. Goedemiddag. Goedemiddag, en Loes, jij woont hier vlakbij het natuurgebied het Halsterslaag. Ja. En je hebt hier altijd gewoond, ook voordat het werd ontwikkeld? Al meer dan 20 jaar. Meer dan 20 jaar. En wat vind je ervan? Dit afgegraven gebied is er niet mooier op geworden. Nee. Nee, dat vinden we eigenlijk heel spijtig. Ja. Er zijn stukjes bij, aan daar en ook aan de andere kant. Dat ziet er best leuk uit. Maar dit is niet mooi. Het is alleen maar, viezigheid groeit hier. Ja, en biezen en distels en...
Ja, dingen waar mensen niet blij van worden. Maar zou dat niet de bedoeling geweest zijn? Of denk je dat het niet goed uitpakt? Ik heb het vermoeden van niet, want er werd ons gezegd van het is voor de flora. En misschien voor de vogels en de mooie plantjes. Maar de mooie plantjes zien wij niet komen. Nee. En merken jullie nu dat er veel bezoek komt hier in dit gebied? Voornamelijk in het weekend. Ja. Dan zien we dus echt wel mensen die ook met wandelgroepjes komen. Mm-hmm. Die parkeren dan daar. Ja, op die parkeerplaats. En dan zie je er al een kolonnetje van een mannetje of 20 voorbij komen. Ja. Of minder. Ik bedoel, ja, in het weekend zie je hier wel mensen. Ja, ja. Allemaal met laarzen aan. Ja, maar dat is ook wel nodig. Nou, dat is heel hard nodig. Want het is natuurlijk, toen het zo droog was, was er weinig van de vernatting te merken hier natuurlijk. Nee. Het is echt veel water, heel drassig. Het is gewoon niet zo mooi. Maar jullie wonen wel mooi zo vlak tegen dit gebied aan natuurlijk, hè? Maar, ja, yes. Dat wel. Maar vroeger was het, dan liep het pad door en je kon gewoon naar de linie lopen en zo om. En er liepen hier koeien in deze wei. Ja, dat is ook mooi natuurlijk. Dat is ook mooi. Ja. Eigenlijk vind ik dat leuker, maar ja. We hebben niet altijd iets te doen. Nou, hartelijk dank voor de uitleg. Graag gedaan. Ik ga nog eens verder kijken. Graag. Het water wordt hier mooi afgevoerd. Gaat allemaal richting de linie. Waar we straks nog komen. Grote groepen ganzen worden kennelijk gestoord in hun rust door de schaarse wandelaar die we hier nu toevallig zien. Toevallig zien we hier nu met een doorkijkje ook de biogasinstallatie, waar nogal wat over te doen geweest is en die in feite net niet meer op Berks grondgebied staat, maar onder de jurisdictie van Roosendaal valt. Ja, vandaag vrijdag 13 januari en het zonnetje schijnt. Temperatuur is voor de tijd van het jaar is hoog. Staat een windje, maar dit natuurgebied Halsterslaag komt heel goed tot zijn recht met dit soort weer. Het is echt wel mooi. Zeker de moeite waard om meer bezocht te worden dan wat er tot op heden plaatsvindt. Het is niet dat je denkt, ik ben hier nu van de wereld afgesloten, want dat is helemaal niet het geval. Want wanneer ik met deze kant uitkeer, dan raast daar het verkeer over de A4. En dat zal alleen nog maar drukker worden wanneer dat weggedeelte klaar is en helemaal in gebruik kan worden genomen in 2013. Doet er niet toe, het contrast is mooi en het is best wel een leuk natuurgebiedje. Nu het er toch eenmaal ligt en de kosten zijn gemaakt, nou, dan moet iedereen er ook maar zoveel mogelijk van genieten. Want daar is het voor en daar staat het voor.
Zo, we zijn weer op een wat droger stuk aangeland en we zien daar in de weilanden hier grenzend aan het natuurgebied het Halsterslaag. Een weiland en met heel wat schapen erop. En je zou kunnen zeggen dat zijn letterlijk de schaapjes zijn hier op het droge. Of die boer ook zijn schaapjes op het droge heeft in de financiële zin, dat weten we niet. Maar zeker is dat deze schapen op het weiland waar ze nu grazen zich heel comfortabel moeten voelen. En dat is ook natuur. Dat moeten we natuurlijk wel beseffen. Dat we niet doorslaan en alles zo willen maken zoals we dat nu hebben gezien. Want daar kun je niet van eten, daar kun je alleen naar kijken. En van schapen kun je van alles en nog wat doen. Je kunt er naar kijken, je kunt ze eten, je hebt er wol van. En kortom, je kunt ze ook nog melken. Ik ben hier aan de noordgrens, of is het de oostgrens denk ik, van het natuurgebied waar de Linje eigenlijk de natuurlijke grens vormt. Linje, je kunt het een beek noemen of een riviertje. In ieder geval, het voert het water af. En het heeft, voor zover we kunnen zien, nog grotendeels een natuurlijke loop. En hiernaast heb je dan natuurlijk gewoon de reguliere landbouw. En aan de andere kant is het natuurgebied. Er zitten nogal wat ganzen. Ik ben benieuwd wanneer ze de lucht in zullen gaan. We zijn bijzonder tam.